En sculpturen zijn uitdrukkingen van formele regels. Het uitvinden of ontdekken van die regels is de kern van de kunst. De sculptuur Harmony is een voorbeeld van stoffelijke algebra. Ze is het resultaat van een gekwadrateerde vlakke vorm. Die vlakke vorm werd geïnspireerd door de figuur van de vioolsleutel. En natuurlijk door de zwaan die tevoorschijn kwam. Ik ben verknocht aan de wiskundige strijd om eenvoud, harmonie en schoonheid.